voorjaar 1984. Uit een Waalse legerkazerne en een steengroeven worden explosieven en wapens gestolen. Een half jaar later zal duidelijk worden waarom. In oktober 1984 zijn er 3 zware aanslagen op bedrijven in Brussel. Ze komen als een reeks donderslagen bij heldere hemel. Bij de BOB, de opsporingsbrigade van de Rijkswacht, is de verrassing compleet. Mensen hebben altijd steun verlenen aan buitenlandse groeperingen zoals de Rode Armee-fractie van Duitsland, aan andere revolutionaire groeperingen, een beetje overal in de wereld. Maar nooit hebben we gedacht dat hier in België mensen zouden bereid zijn om werkelijke aanslagen te plegen. Via een anoniem telefoontje naar België vindt de politie een brief in een vuilnisbak. De aanslagen worden opgeëist door de cellule communiste combattante. Bij de staatsveiligheid gaan de analisten met het pamflet aan de slag. Volgens dit pamflet zijn de aanslagen een protest tegen de plaatsing van de kernraketten in ons land. Het discours is extreem links. De analisten vergelijken de tekst met het taalgebruik in andere extreemlinkse documenten. Het is knip- en plakwerk. En tekstanalyse. Identieke taalfouten duiken op in verschillende documenten. Een week na de eerste aanslagen levert de analyse een lijst op met een tiental verdachten. Bovenaan staan Bertrand Sassois en Pierre Caret. Pierre Caret is een bekende extreem-linkse militant. Midden de jaren 70 richt hij een steuncomité op voor de Duitse terreurbeweging RAF, de Rode Armee-fractioon. De RAF heeft in Duitsland jarenlang zware aanslagen gepleegd. En Pierre Caret is meer dan een sympathisant. Hij heeft eind jaren 70 zelfs wapens gekocht voor de RAF in Zwitserland. Maar na een paar aankopen pakt de Zwitserse politie hem op en zet hem het land uit. Over Pierre Caret krijgt de staatsveiligheid ook een zeer betrouwbare tip van haar Duitse collega's. Die hebben infiltranten bij de Rode Armee-fractie. Ze zijn er nu zeker van dat de drukker Pierre Caret achter de aanslagen zit. Caret bougeait beaucoup. On savait que Caret était mêlé à ces choses-là, mais on n'en savait pas beaucoup plus. Hein. Mais à ce moment-là, on ne savait pas où il était. Il bougeait tout le temps. Il bougeait. Pierre Caret is verdachte nummer 1, maar de man blijkt al maanden spoorloos. En ook zijn kameraad, Bertrand Sassois, is onvindbaar. Een week na de eerste golf aanslagen treffen de CCC 2 regeringspartijen. Hun eerste mikpunt is een liberaal centrum in Brussel. Herman de Croo veegt het steengruis uit het haar van minister van Justitie Jean Col. Twee dagen later ontploft een bom in het secretariaat van de Christelijke Volkspartij in Gent. De toon van de overheid wordt bitser. Het is tijd voor actie. Ce groupe nous est connu, ses antennes belges nous sont connues et nous savons qu'il s'agit d'un groupe dangereux. Op 19 oktober 1984 voert de politie een grote razzia uit, operatie Mammoet. Er is een lijst met een tiental verdachten en er komen honderden huiszoekingen in het hele land.
Ook mandatarissen van Ecolo en van de liberale partij PRL krijgen de politie over de vloer. Ook de drukkerij van Pierre Carette wordt doorzocht. Er wordt allerlei literatuur meegenomen. Maar Pierre Carette en Bertrand Sassois blijven onvindbaar. Operatie Mammoet levert een hoop documenten op. Sommigen beweren dat de politie de jacht op de CCC misbruikt om politieke informatie te verzamelen. De dozen stapelen zich op. Het lijkt onmogelijk om al deze informatie te verwerken. Men verwachtte van de politiediensten een beroepsaanpak van de problemen enzovoort. En geen grote slag in de water, gewoon om te zeggen, allee, iedereen mag gaan slapen op zijn gemak. Wij houden met de zaak bezig, zoals in het middenweeuwen. Het is middernacht, dormez bien, brave Jean enzovoort. Nous sommes aujourd'hui plus près du but que hier. Nous avons confirmé certaines hypothèses qui sont plus que des hypothèses maintenant. Nous avons des documents, des objets. Nous avons établi des relations entre certaines personnes qui vont aider les enquêteurs dans la suite de l'enquête. Concreet resultaat voor het onderzoek naar de CCC, gelinkt aan Mammoet, is voor mij onbestaan. Wij hebben geen concreet elementen daaruit gehaald die konden ons uiteindelijk een zekerheid geven over wie de daders waren, door wie de CCC's echt samengesteld was. De verontwaardiging over het optreden van de politiediensten is groot. Het onderzoek naar de CCC zit muurvast. On n'avait pratiquement rien, on est parti de rien dans cette enquête. De rien du tout. Ten einde raad besluiten de speuters een merkwaardig opsporingsbericht uit te zenden. Toutes les polices recherchent un témoin essentiel, un certain Pierre Carette, imprimeur, disparu depuis quelque temps déjà. Carette est recherché comme témoin et non comme suspect, mais il s'agit visiblement d'un témoin important car un appel au public a été lancé par le parquet pour le retrouver. De staatsveiligheid hoopt de schuilplaats van Pierre Carette te ontdekken door een aantal figuren uit zijn omgeving te schaduwen. Een van hen is Pascal van de Geerde. Ze is redactrice bij Ligne Rouge, het tijdschrift dat Pierre Carette uitgeeft. De staatsveiligheid heeft informanten bij Ligne Rouge. De info die ze zo verzamelt, deelt ze maar mondjesmaat met de andere politiediensten, zoals de Rijkswacht. De samenwerking verloopt erg stroef. Hadden we een weegschaal op tafel moeten gooien, ik denk dat de staatsveiligheid weinig uiteindelijk langs zijn kant op het plateau zou gegooid hebben, in tegenstelling met de politiedienst. Ik heb de indruk dat ze meer kwamen luisteren over de evolutie van het onderzoek dan ze bereid waren om informatie ter kennis te brengen. Ondertussen vinden de CCC weer een zwakke plek. De oliepijpleiding voor de bevoorrading van de NAVO. Op één dag plegen ze 5 verschillende aanslagen op 5 verschillende plaatsen. Het lijkt het werk van een grote professionele organisatie. De politie zelf werkt met middelen uit een andere tijd.
Wij stonden uiteindelijk echt in de voorgeschiedenis op alle vlakken. Op technische vlak, op het vlak van de financiële middelen, van het materiaal waarmee wij moesten werken. Dikke machine, die voertuig, ja, anonieme voertuig, maar iedereen rijdt met een Renault R4. Dus dat was uiteindelijk helemaal herkenbaar. Voor ons dat was alles behalve anoniem en discreet. Dus dat was heel moeilijk natuurlijk om een professionele werk te verrichten met die middelen. In maart 1985 komen betogers massaal op straat tegen de plaatsing van de kernraketten in ons land. Vreemd genoeg is het al maanden stil rond de CCC, terwijl hun eerste aanslagen toch precies tegen die raketten gericht waren. Het lijkt alsof de bommenregen voorbij is. Maar na 3 maanden zonder aanslagen wordt op 20 april 1985 de kleine Zavel in het hart van Brussel getroffen. De aanslag draagt een nieuwe handtekening. FRAP. Front Révolutionnaire d'Action Prolétarienne. De verwarring was heel groot bij de speurders. Is dat een manoeuvre van de CCC om ons uiteindelijk op een andere piste, op een valspiste te sturen? Dus wij hadden op dat ogenblik geen enkel idee. Is dat een nieuwe groepering? Gaat het over de CCC's die willen uiteindelijk een beetje zand in de ogen van de speurders gooien? Een dag later is er weer een frappaanslag. In hun zoektocht naar wie er achter het frap zit, komen de speuters terecht bij Chantal Paternostre. Vous êtes sur Radio Air Libre 104.1 MHz. Ce soir, infrarouge, présenté par le collectif communiste contre-information Ligne Rouge. Paternostre Chantal was door ons al vroeger gekend door haar activiteit bij verschillende anarchiste groeperingen. Ze had een actieve deelname in Radio Air Libre, een vrije radio. Ze waren uiteindelijk met deze vrije radio steun aan het verleden en meestal ook muiterij aan te veroorzaken in de gevangenis van Sint-Gilis en Vorsten. En dus door deze subversieve activiteiten had ze uiteindelijk de aandacht uitgelokt van de politiediensten. Chantal Paternostre wordt vanaf nu intensief geschaduwd door de Rijkswacht. Rond de CCC zelf blijft het nu al maanden stil. On vient de placer une voiture devant la porte de l'FEB. Il y a 2 jeunes qui ont sauté, ils sont encourus. Où ça? Rue des Sols. FEB? Ouais, c'est suspect parce qu'ils ont jeté des tracts, ils sont partis. Des papiers là, je sais pas quel genre de tract. J'ai pas été voir, ils ont mis la camionnette devant la porte sur le trottoir. Oui, mais devant quel numéro de maison? En face du marché commun. Rue des Sols, donc marché commun? Ouais, c'est la maison juste en face de l'FEB. Une camionnette? Quelle plaque? Une camionnette blanche, je sais pas la plaque, mais elle est devant la porte, ils sont encourus, ils ont lancé des tracts. Quel genre de tract? Vous ne savez pas? Ah non, hein, j'ai pas été voir si j'avais une bombe là-dedans. Een minuut later krijgt de Rijkswacht een oproep van de CCC. We hebben een voiture piégée à la FEB. Elle sera à minuit et 30 minutes, très exactement. De Rijkswachter stuurde een patrouille naar de Ravensteinstraat. Maar de verwijzing naar de Rue des Sols, de Stuiverstraat, waar het Verbond van Belgische Ondernemingen zijn zetel heeft, is een ontgaan. De Rijkswachters merken niets verdachts op en rijden weg. Ondertussen probeert men in de Rijkswachtcentrale de boodschap opnieuw te beluisteren.
Helaas zijn er problemen met de cassettespeler. Alle oproepen worden ook opgenomen op een professioneler toestel. Maar dat zit achter slot. Alleen de overste kunnen erbij. De politie krijgt nu een tweede oproep van de bewaker in de Stuyverstraat. Voor de rue des Halles, la camionnette est en feu. Il faut venir vite. De politieman vraagt de brandweer om een brandend voertuig te blussen. Hij vertelt er niet bij dat het wel eens om een bomauto zou kunnen gaan. Ondertussen is de politie ter plaatse. De straat die naar de Stuyverstraat leidt, wordt afgezet. Een brandweerman vindt een pamflet. Hij geeft het aan een politieman. Plots dringt de ernst van de zaak tot hem door. De brandweerman probeert zijn mannen terug te roepen. Attention, attention! Dégagez, subitement! Dégagez! Te laat. Twee brandweermannen komen om. Er zijn 13 gewonden. De chaos is groot. Er volgt een toeloop van nieuwsgierigen. En dat hindert het werk van de wetenschappelijke politie. Belangrijke sporen raken besmet of worden uitgewist. Il y avait un monde fou. Il y avait le ministre Gaulle. Il y avait le bourgmestre de Bruxelles. Il y avait le gouverneur du Brabant. Et on marchait sur les douilles, on marchait sur tout. J'ai demandé qu'on évacue tout, parce que tout le monde venait là comme à un cocktail. U kunt zich voorstellen, denk maar een keer wat er gebeurt als er een ongeval is, hè, langs de baan. Iedereen stopt, iedereen gaat kijken. En ja, bij aanslagen waren daar talrijke politiemensen ter plaatse. Daar waren een hoop mensen die uiteindelijk een besmetting van de plaatstoestand meebrachten. Het is ook soms gebeurd dat er voorwerpen die deel uitmaken van de bom die gebruikt werd, dat men die voorwerpen niet meer op dezelfde plaats terugvond van waar dat ze origineel waren. Dat dat verplaatst werd door de een of de ander. Hij vond dat een keer interessant. Ja, wat is dat? En hij gaat een beetje babbelen met een ander. En dan werd dat... Enfin, dergelijke zaken zijn gebeurd in het begin en zijn tamelijk rap gestopt geweest door het feit dat men daar maatregelen hebben genomen om dat te vermijden natuurlijk. De communicatie tussen de Rijkswacht, de politie en de brandweer loopt mank. Dat wordt op 1 mei 1985 pijnlijk duidelijk. Il y a eu un manque de coordination du côté de la police et de la gendarmerie. Ik denk dat wat er gebeurd is met de aanslag op VBO is een foutje. Dus de informatie is doorgespeeld. Dat neemt niks af van de verantwoordelijkheid van de CCC. Bij al de aanslagen hadden ze moeten weten dat mensen kunnen om het leven komen. Vanaf het ogenblik dat er aanslagen gepleegd zijn in het openbaar, zo'n risico bestaat. De slachtoffers van de aanslag op het VBO worden begraven. De dramatische gebeurtenissen hebben ondanks alles toch een positief gevolg voor het onderzoek. Vroegere sympathisanten keren zich af van de CCC. En politie- en inlichtingendiensten krijgen uit linkse kringen meer nuttige tips. De staatsveiligheid houdt vooral mensen uit de omgeving van Pierre Carette in de gaten. Zoals Pascal van de Geerde. Ze laat zich relatief makkelijk schaduwen. Zij blijkt later de zwakke schakel te zijn van de CCC. Nauwelijks 1 week na de fatale aanslag op het VBO is de Rijkswacht zelf het doelwit. De CCC nemen wraak. Volgens hen heeft het gestuntel van de Rijkswacht de twee brandweermannen de dood ingejaagd. Wij hebben
concrete verwijten gekregen van een onderzoeksrechter. Ik herinner mij midden in de nacht om te zeggen, maar wat doen jullie? Hoe komt het dat het aanslag gepleegd wordt? Waarom was dit gebouw niet beschermd door jullie? Waarom waren geen... Maar hoe komt het dat jullie niet kunnen vooraf weten waar zij hun aanslag zullen plegen? La population se demandait pourquoi on ne faisait rien. Et j'ai eu plusieurs fois autour de moi des gens qui m'ont dit, mais enfin, on savait pourquoi on n'a pas... Parce que j'ai dit, parce qu'on n'avait pas d'éléments de preuve. Et c'est ça l'état de droit. On ne peut pas arrêter quelqu'un parce qu'il a une sale tête. De druk om met resultaten te komen is loodzwaar. De bevolking is ongerust. De politici eisen resultaten. Wellicht onder die druk komen er een paar arrestaties. Maar al snel blijkt dat het een valspoor is. Toch blijven een paar arrestanten aangehouden. Tijdens een persconferentie over deze zaak duikt iemand op die intensief door de staatsveiligheid geschaduwd wordt. Pascal van de Geerde. Niemand beseft hoe dicht zij op dit moment staat bij de clandestine kern van de CCC. De staatsveiligheid weet dat Pierre Carette en Bertrand Sassois de eerste aanslagen van de CCC hebben gepleegd met Nathalie Ménigon en Marc Rouillon van de Franse terreurgroep Action Direct. De extreemlinkse Action Direct pleegt in Frankrijk al sinds 1979 zware aanslagen. De staatsveiligheid verneemt later dat de CCC hebben gebroken met Action Direct. Carette en Sassois waren maar met z'n tweeën om de VBO-aanslag te plegen. Ze zoeken nu hulp. Pascal van de Geerde lijkt een geschikte kandidaat voor de CCC. Voor de BOB blijft Pierre Carette de hoofdverdachte, maar hij is onvindbaar. En er zijn nog altijd geen bewijzen tegen hem. Hij was uiteindelijk spoorloos, maar dat is geen inbreuk. Wij moeten ook durven op een eerlijke manier toegeven en bekennen dat hadden we ze op dat ogenblik vastgekregen, wij stonden met onze mond volle tanden. Behalve een paar vragen die hadden kunnen en gesteld worden over waar was u, wat hebt u gedaan, hebt u een alibi, wat deed u op die avond... Wij hadden op dat ogenblik nog geen enkel bewijs, materiaal. We hadden nog geen element die hen linkt met één of meerdere gepleegde aanslagen. Vous êtes sur Radio Air Libre en FM 104.1 MHz. La radio se trouve. De Rijkswacht houdt Radio Air Libre nog altijd intensief in de gaten. En meer bepaald Chantal Paternostre. En dat levert onverwachte resultaten op. Paternostre houdt er blijkbaar rekening mee dat ze gevolgd wordt. Ze is op haar hoede. Chantal parkeert haar motorfiets in Anderlecht. Ze stapt nog 200 meter verder. Dan gaat ze plots het appartementsgebouw in de Dr. Zamenhoflaan nummer 14 binnen. Het appartement dat bij postbus nummer 50 hoort, blijkt een huurder met een valse naam te hebben. Dit is op zijn minst verdacht. Tot een grote verrassing leidt Paternostre haar achtervolgers diezelfde middag naar een tweede appartement. In de Landhuisjesstraat in Ukkel. Paternostre gaat ook hier naar binnen. Maar de speuters weten niet in welke flat. Ze kunnen onmogelijk een huiszoekingsbevel krijgen voor elk appartement in dit gebouw. De speuters maken zich sterk dat ze via eliminatie bij de juiste flat terechtkomen.
In de eerste flat in de Dr. Zamenhoflaan nummer 14 in Anderlecht komt er een huiszoeking. Onder het mom van een drugsonderzoek. Dat was inderdaad in de hand van de wettelijkheid, maar wij beschikten over geen ander element om proberen uiteindelijk zo vlug mogelijk inzaak te krijgen in dat appartement. De speurders van de Rijkswacht hopen hier sporen van Caret te vinden. Maar dat valt tegen. Ze vinden wel een lijst met nummerplaten van politiewagens die op de plaats van de aanslagen waren. Dit is verdacht. Maar het blijft een magere buit. Daar is het een beetje spijtig. De mensen van het Labo van Brussel zijn daar gestuurd geweest, maar zonder te weten in welk spel ze kwamen. Dus dat is onderzocht geweest, op een normale manier zal ik zeggen, maar niet tot de laatste kran die onder een bed lag of dergelijke zaken. Dat was uiteindelijk toch, wij moeten eerlijk zijn, concurrentieel. Iedereen probeert uiteindelijk deze pluim aan zijn hoed te zetten. Daar was natuurlijk een spanning tussen sommige diensten, hè, klaar en duidelijk. Na nieuwe informatie komt er een tweede, ditmaal grondige huiszoeking in de Dr. Zamenhoflaan. Nu vinden de speuders allerlei vingerafdrukken. Onder andere van Chantal Paternostre en van leden van de Action Direct. Ze nemen ook een krant mee. In het lab van de gerechtelijke politie wordt de krant onderzocht. Het levert de vingerafdrukken op van Pierre Caret. De frustratie, om het zo te zeggen, was relatief groot, omdat wat wij daar teruggevonden hebben, was niet dendige. Geen echte bewijsmateriaal, aanduiding, vermoedens, vingerafdruk van Caret op een krant, maar in C, dat wil nog niet zeggen dat Caret langs geweest was. De BOB onderzoekt verder de tweede flat waar Chantal Paternostre naar binnen is gegaan, in de Landhuisjesstraat in Ukkel. C'est un gendarme qui avait vérifié si tous les gens payaient eux-mêmes leur facture d'électricité. Et il y avait un appartement où c'était très curieux, c'était pas la locataire qui payait. De huurster van de verdachte flat in de Landhuisjesstraat in Ukkel zou een lerares zijn. Ze had aan de eigenaars gevraagd om alle rekeningen te betalen. Ze stortte de bedragen anoniem op hun rekening. Een bekende truc van terroristen. Nu krijgen de speurders hun lang verhoopte huiszoekingsbevel. De huiszoeking begint vrij moeizaam. Hij heeft gesukkeld tot en met. Wij stonden daar mooi met onze wapen in hand. Hij op zijn knie probeert uiteindelijk het slot door te boren. Dat lucht niet. Enfin, ik heb nooit zoveel tijd nodig gehad om binnen te gaan. Op een bepaald ogenblik heeft de man naar ons gekeken zo, om te zeggen, is dat gevaarlijk? Ik zei, nee. Geen probleem enzovoort. Tijdens de huiszoeking in de Landhuisjesstraat vinden de speurders foto's genomen op de kermis van Brussel. Met close-ups van Nathalie Ménigon en Marc Rouillon, de twee kopstukken van de Franse terreurgroep Action Direct. Dus wij komen binnen, daar uiteindelijk ontgoocheling. Heel klein, drie plaats. Niks opvallend, stond uiteindelijk een kleine meubel op de zijkant. Wij vragen aan de slottenmaker, is toch ter plaatse, dat was gesloten, kunt u dat openmaken? Ja, mooi, met een koevoet. Hij heeft dat meubel opengemaakt en dan uiteindelijk eerste vaststelling, er scheelt iets hier vreemd. Een grote tang, verschillende elektrische draden. Materiaal voor ons die weinig kan gelinkt worden met een lerares. Op dat ogenblik zeggen we, hier moeten we uiteindelijk aandachtiger zoeken en uiteindelijk dieper gaan in onze zoektochten. En dan gebeurt het. Achter het plafond van de badkamer vinden ze wapens en springstof. De
De serienummers van de wapens verraden hun herkomst. Ze zijn een jaar eerder gestolen in een Waalse kazerne. Volgens de speuters zijn er nu voldoende aanwijzingen voor een eerste arrestatie. Op 14 augustus 1985 pakken ze Chantal Paternostre bij haar thuis op. Dat was duidelijk, werden elementen lasten van de leden van Action Directe. Maar wat de CCC betreft nog geen element op dat ogenblik. Later zal blijken dat Action Directe de appartementen in Ukkel en in Anderlecht heeft gehuurd na de breuk met de CCC. Ze wilden blijkbaar in België blijven opereren, onder de noemer FRAP. En Chantal Paternostre speelde hierin een rol. Zonder de ware toedracht te kennen, geven de speuters alvast een persconferentie. Maar hun succes is relatief. Het FRAP is nagenoeg uitgeschakeld, maar van de CCC is er nog altijd geen spoor. De politie verschijnt zichtbaar meer in het straatbeeld. Pascale van de Geerde en haar vriend Didier Chauvolet, die zich zo makkelijk lieten schaduwen, hebben hun achtervolgers afgeschud. De staatsveiligheid meldt dat ze zijn verdwenen. Volgens een informant zijn ze zogezegd druiven gaan plukken in Frankrijk. Maar de speuters vrezen dat Van de Geerde en Chauvolet zich hebben aangesloten bij de clandestine gewapende kern van de CCC. Na maanden van stilte komen er in oktober 1985 kort na elkaar twee aanslagen. Eén op de werkgeversorganisatie Fabri Metal in Charleroi, een andere zware aanslag op Sibel Gaz in Brussel. De speuters blijven achter de feiten aanhollen. We zeggen ja, de politie vindt ze niet, kan niks doen. De technische en wetenschappolitie die kunnen ook, die vinden niks. Enfin, dus ik dacht in mijn eigen, hoe meer dat men dergelijke berichten uitzendt, uiteindelijk hoe beter, want ze gaan inderdaad denken, gelijk iedereen trouwens, hè, ja, wij kunnen niks, dus we kunnen maar doen wat we willen. En in mijn eigen zei ik, ik ben zeker dat ze zo frank gaan worden, dat ze vroeg of laat een fout gaan doen. En die fout hebben ze dan wel begaan. Die fout komt er 3 weken later. Een bewaker van Securitas doet zijn ronde langs de gebouwen van de bank Brussel-Lambert. De bewaker overleeft 24 kogels. De schutters vluchten. Door een megafoon op een auto voor de bank klinkt een waarschuwing van de CCC. Na de aanslag vinden de speuters op de plaats van de bomauto een doorgezaagde parkeerbeugel. In het lab van de gerechtelijke politie haalt men er de kleefband af. De buizen van de parkeerbeugel waren van tevoren doorgezaagd en met kleefband hersteld. Zo konden ze gewoon worden neergeklapt om de bomauto te kunnen parkeren. Het onderzoek van de kleefband zou voor een beslissende wending zorgen. Dus ik zeg, hier hebben we waarschijnlijk wel de kans om ze eindelijk te gaan identificeren en ook rechtstreeks gelinkt aan een ontploffing. De uitrusting van het politielab is vrij primitief en Valère de Kloet moet improviseren. Een aquarium heeft een zekere geschiedenis. Aquarium heb ik teruggevonden op een vuilbak bij een gebuur.
Die zegt, tja, dat kan ik gebruiken, want dat was een tamelijke grote, een afgesloten ruimte. En ik heb dat een beetje aangepast, een bricolage gemaakt met een lamp, een tinnendoos erop, vochtigheid ingezet. En we hebben dat dan laten verdampen. De damp maakt de vingerafdrukken zichtbaar. Dan is het wachten op de resultaten. Maar de CCC wacht niet. Op de dag van de aanslag op de BBL ontploft er alweer een bom. Deze keer in het kantoor van de Generale Bank in Charleroi. Het is de eerste aanslag overdag. Het risico op slachtoffers is dan veel groter. Honderden mensen worden maar net op tijd geëvacueerd. De aanslag trekt tientallen ramptoeristen. Ze worden gefilmd door de politie. Op een van de beelden staat vreemd genoeg Pierre Caret, vermomd met een baard. Il était dans la foule et on a su après que il était là, mais on l'a pas su le jour même. Later ontdekken de speuters dat ook Bertrand Sassois te zien is op de plaats van de aanslagen. En Didier Chevollet. Je crois qu'il y a une certaine fascination de ceux qui commettent ce genre de fait pour voir s'ils ont réussi. Na de zware aanslag van die ochtend hebben de politiediensten in Charleroi de opdracht extra waakzaam te zijn. Rijkswachters controleren een voorbijganger. Ze merken niets verdachts, maar voor hen staat niemand minder dan Pierre Caret met een vervalste identiteitskaart op naam van Michel Smoos. Niets vermoedend laten de rijkswachters Pierre Caret gaan. Negentien minuten nadat de rijkswacht Caret liet gaan, ontploft de 22e bom van de CCC. Ze vernielt de Hannover Bank in Charleroi. De voorbije 24 uur zijn in drie grote banken zware bommen ontploft. De banken verscherpen hun bewaking. De zenuwen staan gespannen. Toch slagen twee mannen erin een koffer aan een trap vast te ketenen in de kredietbank in Leuven. Het plaatsen van de bom is gefilmd door een bewakingscamera. Dit zou wel eens de kans kunnen zijn om de daders te identificeren. Maar de beelden zijn vervormd. De gerechtelijke politie schakelt een privébedrijf in om de videotape te bewerken. Ik had hier inderdaad Oop in, maar Oop is weggevallen vanaf het ogenblik dat men begon te vergroten, was er niks bruikbaar, alleen maar vlekken uiteindelijk. En de ellende houdt niet op. Op het einde van deze week van terreur overvalt een bende een Delhaize in Aalst. Er vallen 8 doden en vele zwaar gewonden. De speuters herkennen meteen de moorddadige stijl van de bende van Nijvel. Een ongrijpbare groep die al jaren met veel geweld bloedige overvallen pleegt. De speuters zijn de wanhoop nabij. We hadden uiteindelijk echt de indruk, het gevoel dat wij tot niets dienen, dat wij uiteindelijk onze essentiële taak, onze medeburgers te beschermen, daders aan te houden, dat wij absoluut niet in staat waren om onze essentieel en elementair opdracht uit te voeren. Het land lijkt in staat van oorlog. Angst regeert. De overheid lijkt niet langer in staat om haar burgers te beschermen. Ze schakelt het leger in. Paracommando's verschijnen in het straatbeeld. Il y avait une psychose parce que ça recommençait tout le temps. C'était ça. On allumait sa radio le matin, on apprenait qu'il y avait
Ah, un attentat devant telle usine ou devant telle caserne, etc. Et on n'avait rien. On n'avait rien. Uitgerekend op dat moment brengt de Amerikaanse president Ronald Reagan een bezoek aan Brussel. Dat zorgt voor een extreme beveiliging en voor een speciale verwelkoming. Terwijl Reagan het hoofdkwartier van de NAVO in Evere bezoekt, treft een bomaanslag van de CCC, een grote leverancier van diezelfde NAVO, het telecombedrijf Motorola. Ook die 21 november 1985 blijven de daders spoorloos. Er is voorlopig ook geen enkel bewijs tegen hen. Het is nu al weken geleden dat er vingerafdrukken werden gevonden op de zwarte tape bij de aanslag op de BBL. De vingerafdrukken worden vergeleken met die van de verdachte. Die dag levert het werk eindelijk resultaat op. Ze zijn daaraan begonnen. En rond 12:30 had ik nog geen antwoord en ben ik naar huis gaan eten bij mijn moeder. En ik kwam juist aan tafel bij mijn moeder, kreeg ik een telefoontje om te zeggen, voilà, de vingerafdrukken zijn geïdentificeerd met Pierre Carret. Ik kon niet meer eten. Ik ben onmiddellijk terug naar Burel gegaan en ben ik onmiddellijk bij de onderzoeksrechter geweest, mevrouw Lina toen, om haar te zeggen, voilà, madame... Daar is een vingerafdruk geïdentificeerd ter plaatse van de ontploffing daar in de BBL. Ja, maar zegt ze, zijt ge zeker? Ik zeg, madame, ja, ik ben zeker. Ja, maar werkelijk zeker dat het geïdentificeerd is? Ik zeg, ja, madame. Oké, zegt ze, daarmee kunnen we nu beginnen. Eindelijk is er een bewijs dat Pierre Carret bij de CCC-aanslagen betrokken was. Nu komt er een echt opsporingsbericht. On avait heureusement des empreintes de Carret parce qu'il avait participé un jour avant cela à une manifestation. Et là, il avait été interpellé, il avait été à la police, il avait laissé ses empreintes. Agenten van de staatsveiligheid keren terug naar een straat in Charleroi, waar ze ooit Pascal van de Geerde en haar vriend hebben gevolgd voor die zijn ondergedoken. In de buurt waar ze hen toen hebben gezien, tonen ze nu hun foto's. Ze hopen dat ze hier terug zullen opduiken. Eindelijk hebben ze een spoor. Een handelaar heeft in zijn straat net Pascal van de Geerde gezien. Hij waarschuwt de staatsveiligheid. Agenten van het kantoortje van de staatsveiligheid in Charleroi slagen er nog net in Pascal van de Geerde in het vizier te krijgen. Ze volgen haar. De boulevard Odon in Charleroi. De achtervolging leidt de agenten van de staatsveiligheid naar deze straat. Ironisch genoeg ligt 300 meter verder hun eigen kantoor. Pascal van de Geerde stapt het huis nummer 28 binnen. De agenten van Charleroi vragen versterking uit Brussel. Er moet uitgezocht worden wie er in nummer 28 woont. In Charleroi gebeurt er nu 53 minuten niets. En net als de achtervolgingsploeg uit Brussel ter plaatse is, komt Van de Geerde naar buiten. Even later, gevolgd door haar vriend Didier Chevollet. Vanaf nu moeten de achtervolgers twee personen tegelijk schaduwen. De tocht gaat via de Pont Neuf naar het station van Charleroi. De speurders vragen aan het loket wat de bestemming van Van de Geerde en Chevollet is. Het blijkt dat ze een kaartje naar Namen hebben gekocht. In het stationsbuffet wachten ze op hun trein.
Net voor ze op de trein naar Namen springen, proberen ze eventuele achtervolgers af te schudden. Uit angst om ontmaskerd te worden, besluit de achtervolgingsploeg niet mee op de trein te stappen. Terwijl Van der Geerde en Chevrolet per trein van Charleroi naar Namen reizen, scheurt er een tweede ploeg van de staatsveiligheid met de auto van Brussel naar Namen. De tijd dringt voor de staatsveiligheid in Brussel. Ze bellen naar de chef van de Rijkswacht. Hij is onbereikbaar. Na 10 minuten slaagt de staatsveiligheid erin via de militaire lijn om de chef van de Rijkswacht te bellen. En die stelt voor om de actie over te laten aan de antiterreureenheid. Maar eer die in stelling is gebracht, kan het te laat zijn. De trein uit Charleroi rijdt het station van Namen binnen. De nieuwe ploeg van de staatsveiligheid uit Brussel is net gearriveerd wanneer Van der Geerde en Chevrolet uit de trein stappen. Ze leiden de achtervolgers naar een café in de Rue de Fer. De agenten merken dat Van der Geerde en Chevrolet bij 2 mannen aan een tafel zitten. De agenten wachten. Na 25 minuten verlaten de 4 samen het café. Ze stappen naar een quick hamburger tent. In Brussel zit de staatsveiligheid nog steeds op hete kolen. Het is nu al 3:10. Ten slotte bellen ze hun grote baas, die op dat moment in een vergadering zit. Via zijn mobilofoon krijgen ze hem te pakken. Hij neemt een beslissing en spreekt de gevleugelde woorden: catch as catch can. Omdat een rijkswachtinterventie wegens de trage procedures te lang op zich zou laten wachten, waarschuwt de staatsveiligheid de gerechtelijke politie van Namen. André Bastin. Oui. De gerechtelijke politie is verrast, maar gaat wel snel tot de actie over. Een geïmproviseerde actie. De tijd dringt. We waren natuurlijk voorbereid om te reageren op inderdaad als er iets gebeurt. Maar vanaf het moment dat er geweten wordt dat gewapende boeven op een bepaalde plaats verblijven enzovoort. Bij ons was de cultuur niet om tussen beiden te komen op een, laten we zeggen, onvoorbereide manier. Had de Rijkswacht het moeten doen, zouden wij beroep gedaan hebben op het speciaal interventie-escadron, die uiteindelijk op een heel professionele manier werkte, maar dat neemt tijd in beslag. Mais nous ne savions rien de l'enquête. Je vous dis, quand le commissaire en chef nous a envoyé sur là-bas dans ce fast-food, nous ignorions pourquoi, sinon qu'il nous a dit que c'était un appel de la sûreté de l'État. Er is geen tijd om te vergaderen. Er wordt een snelle briefing georganiseerd op de hoek van de straat. Nous ne savions pas qui nous allions trouver sur place. On nous avait dit ils sont à 4 à une table. Vous intervenez. Voilà. 2 agenten blokkeren de uitgang langs de keuken. De agenten in burger nemen de gewone ingang. Vanuit hun ooghoek zien ze de leden van de CCC aan een tafeltje zitten. Alors en arrivant là-bas, un de mes collègues derrière a chuchoté, je crois que c'est Carette. Antoine Baudouin controleert eerst de toiletten. Daar wacht hij op de actie. Cette personne était parmi les plus recherchés quand même. Et ils viennent ici dans un établissement qui n'est pas un établissement discret, hein. C'est dans un fast-food en face de la gare. Ils se mettent pratiquement à la fenêtre. Donc, je dis, dans quel état d'esprit peuvent-ils être? Ben, ils sont convaincus de leur impunité. Alors quand on leur tombe dessus pour les arrêter, ben ils sont abasourdis. Mais ils étaient anéantis
d'être arrêtés. Et ils n'ont aucune réaction. Ils vont se laisser emmener sans problème. On aura aucun mal à les emmener, à les arrêter, à les emmener. On ne bouge pas! Na het telefoontje van de staatsveiligheid heeft het exact 12 minuten geduurd om de meest gezochte personen van het land te overmeesteren. Ze waren alle vier gewapend en hun wapens waren geladen. Carette had dezelfde vervalste identiteitskaart op naam van Michel Smoos bij zich. En Chevollet een boek over filosofie. Alors on m'a téléphoné, j'ai dit mais qu'est-ce que vous avez? Ah, ils avaient je crois une arme. Et je dis ouf, il y a un élément. Parce que je savais qu'il ne parlerait pas. Er volgt een superbeveiligde rechtszaak. En inderdaad wil niemand van de groep praten. Ze weigeren elke medewerking. Ze weigeren zelfs zich te verdedigen. Pierre Carette. Bertrand Sassois. Pascal van de Geerde. Didier Chevollet. Chantal Paternostre. Pierre Carette komt na 17 jaar in de gevangenis vrij. Hij en Bertrand Sassois deden 14 maanden lang het land op zijn grondvesten daveren. Ze zijn nog even strijdlustig als vroeger en ze hebben hun idealen niet afgezworen. La lutte continue.